Let op, de volgende video bevat luide schrikeffecten, bloederige en griezelige beelden en grof taalgebruik. Kijken op eigen risico. Deze stilte durf ik niet meer. Shalom, Greg! Goedenavond allemaal. En welkom terug bij Spooky's House of Jumpscares. Room 201 tot hopelijk room 400. Dit is deel 2 van de Halloween-serie. Waarin wij 5 dagen lang jumpscares doen. En zoals je ziet, het begint nu al behoorlijk donker te worden. En ik doe mijn lamp expres hier niet voor aan. Het is nog niet te laat, dus ik kan deze opname gewoon nog lekker doen. Maar laten we hopen dat we snel door 200 kamers heen komen. Greg is ook nog steeds aanwezig. Die hoorden jullie net bij de intro. En ik heb... Shut up! Jeez! Het was de eerste kamer, for fart's sake! Trouwens, er zit een waarschuwing bij. Ik zou eventueel gewoon de F-woord kunnen gebruiken, maar daar heb je zin in. Maar goed, de eerste keer, ja, ik weet het. Ik kan er echt niet tegen. En nu begin ik ook echt op een stadion te komen tot ik geïrriteerd word van die cheesy jumpscares. En ik ben... Ik heb geen flauw idee wat dit voor kamer is. Maar ik ben er ook niet echt een fan van. En waarom doe ik dit gewoon? Omdat het is lang geleden dat ik iets met Halloween gedaan heb. En ik wou deze... Ja, dit keer wou ik toch echt iets met Halloween gaan doen. En nee, je komt niet zo langzaam achter me aanlopen. Gaat gewoon zitten. Serieus, ik ken er al niet tegen. Ga jij lopen irriteren? Voor je, schaam je. Oh mijn god, hier moet je kijken dit. Nee, absoluut niet. Je hoeft niet te fluisteren. Dat doet het spel al genoeg en dan denk ik, boe. Heel veel zijkamertjes waar ik geen zin in heb. Ik ga gewoon... Goed zo. Nee. Nee. Geen Slenderman praktijken. Geen Slenderman praktijken. Zeg me tot dat niet... Zit niet achter me aan. Ik kijk dit keer gewoon achter me. Ik kan er echt zo niet tegen, jongens. Echt. Waarom speel ik dit voor jullie entertainment? Maar goed, wat ik dus zo jammer vind... En dat doen ze tegenwoordig ook gewoon echt als je bij zo'n... Wat was dat? Rode. Wat is dit? Nee! Wat is... Nee! Nee! Wauw, dat kostte gewoon de helft van mijn leven. Ik wil dit echt niet opnieuw doen. Ik wil dit echt niet opnieuw doen. Ik wil dit echt niet opnieuw doen. Nee. Kan iemand die stoomboot even op... Nee. Oh, please, ik moet ook de goede kant kiezen. Oh, dat is zo irritant. Oké, leuk voor je. Oh, die rode gloed die mag ophouden, hoor. En die muziek ook. Ga deze deur door. Deze kant dan? Nee, niet weer. Nee, niet weer. Nee! Nee! Oh nee, zeg maar alsjeblieft dat... Nee, niet deze kamer. Please niet doen. Please niet doen. Please don't do it. Ik moet rechtdoor gewoon. Nee, ik moet niet rechtdoor. Oh boy. Ik heb geen stamina. Oh, ik scheid hem nu weg, jongens. Echt. Ik kan hier zo niet tegen. Hou je bek! Kan dit ophouden? Waar is hier nou de deur? Is het klaar? Kan ik eindelijk vertellen wat ik nou niet leuk vind van jumpscares? Oké, jongens, serieus. Ik scheid die 7-kleurige stront op het moment. Oh nee, niet weer. Oh nee, niet weer. Nee, niet weer. Nee. Ik ga het gewoon doen. Kom op, niet vastzitten. Oh, for fuck's sake. Ja, ik weet het. Ik zei fuck, deal with it. Er staat een waarschuwing in het spel voor het begin. Wat is dit voor reden? De!
Maar waarschijnlijk is het gevaar nu even weer. Tenminste, ik hoop het. Ik ga gewoon snel door, maar... Jeez. Nee, ik hoef de rest niet meer te lezen. Damn, die rode kamers die sloegen nergens op. Ja, hoi gastjes die ik niet ken. Oh. Maar wat ik dus zo jammer vind, is zelfs bij de spookhuizen in Halloween... Boe? Nee, oké. Okay. Bij Halloween dingen ze... Nee, dat is de stoel. Oké. Okay. Nou, met deze kamer wil ik het jullie laten zien. Nou ga ik dadelijk rechtdoor. En dan krijg je dus te zien dat dit niet de goede richting is. Zie? Dit spel haat me. Dit wordt mijn dood. Hou je bek. Ga niet hissen naar mij. Stomme ratelslang. Ja, boe. Hadouken. Gabbergeetsabla. Oh, ik voel me nou echt zo'n Jim Carrey. Maar goed, die... Nee. Ik ga weer rechtdoor. Ik ga weer rechtdoor. Geloof me. Dat is een foute keus. Dat is altijd. Maar zelfs bij die spookhuizen tot ze daar dus... Oké, okay, het is al bekend... Oké, okay, nou is hij wel goed. He. Het is al bekend dat ze inderdaad vaak met kettingen tegen tonnen aanslaan. Of tot ze bezig zijn met... Ach, hoe noem je dat op zijn Nederlands? Tot ze dan bezig zijn met extra hard lawaai maken. Spooky! So, you made it this far. Ja! That's great. Ik haat jou! I shall grant you a gift. Wat lief! Progress. Dit lief! So, hier, dit is jouw gift! Nee. Ik haat jou. Oh, we krijgen zelfs een password. Mocht mijn safe corrupt zijn. Wat heb je? Meer? Spooky? Fuck jou! Ja? Serieus? Je stinkt! Je hebt superjaar! Ik haat je! Look behind you. Nou. Spooky, scary skeleton. Maar goed, in ieder geval wat ik dus probeer te zeggen de hele tijd over die video's. We zitten al op 250, dus we zitten goed. Ik heb gesaved, ik ben hartstikke blij, konijntje, hartstikke leuk. Maar zelfs daar tegenwoordig... Ja, tegenwoordig zelfs daar, op dat soort momenten, hebben ze een speakertje naar hun staan. En dan moeten ze dus echt op het moment dat ze zo'n jumpscare geluid eruit komt, moeten ze daarop gaan reageren. Dan word je toch zo ziek van, dan hebben ze een knopje en dan wordt er zo'n geluidseffect afgespeeld. En... Nou, sowieso, dat is gewoon standaard jumpscare. En dan heb ik zoiets van, hey, kijk, ik heb de goede route een keer gekozen. Dan heb ik zoiets van, nee, dat moet je niet in reality doen. Want dat neemt namelijk het effect weg van zo'n gast die helemaal in make-up zit. Weet je wel, dat... Die gast met make-up is dan niet meer eng. Het is dat alleen dat... Hallo? Wil je dit geluid niet doen? Nee. 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 Ah, er zit iets achter me! Nee. Oh, dit geluid is niks. Er zit iets achter me aan. Ik weet niet wat het was. Ah, nee, niet weer van die zwarte plek op mijn hoofd. Kan ik krautje? Kan deze muziek stoppen? Kan ik misschien 50 euro lenen van Greg? Toch geen random vragen. Denied. Misschien wil de beest gewoon geld hebben, weet ik veel. Misschien wil hij de Brecht naar Albuquerque vragen, weet ik het. Misschien wil hij gewoon een potje Pokémon Trading Card Game met me spelen. Ik doe zoiets van, hé man, die deck is awesome. Potje spelen? Wil dit muziekje stoppen? Dank je. Wie heeft het met te vragen? Ik ben die zwarte vlekken... Er is nog niks met die zwarte vlekken gebeurd en toch ben ik doodsbang voor. Omdat er nog niks mee gebeurd is. Oh. Nou ja, we gaan er in ieder geval iets sneller doorheen en het is donker. En ik scheid hem echt. Ik weet niet wat daar lag en het boeit me niks. Oh, please zeg me niet dat hier... Please zeg me niet dat hij een beetje achter me aankomt. Ik gok. Please zeg me dat goed... Nee. Damn. Nee, er komt niks achter me. Er komt niks achter me. En dit is dan een van de simpelste... Ik zeg even bij nadruk, dit is een van de simpelste Grizzle games. Ik bedoel, ik heb ook Amnesia The Dark Descent gedaan. En daar zitten geen jumpscares in. En... Nee.
Nee. Daar zitten geen jumpscares in en... Op zich, ik ken ook niet tegen dat soort spellen. Maar... Damn. Ik denk dat ik er echt heel lang van nodig had om daar voorbij te komen, dus... En don't worry, ik blijf wel mentaal gezond en alles, maar... Ik neem dit ook niet in één ruk op of zo. Ik bedoel, na deze opnamesessie, als ik de 400 heb gehaald, dan vind ik het weer mooi geweest. En de andere, die doe ik dan op een andere dag. Maar, ja, dit soort spellen, daar ben ik echt een liefhebber van. En... Oké, nee dus. Nee dus, deze dan? Ja, oké. Nee, dus één keer zo. Dan, nee, oké, dus. Dan wel weer. Ja, rechtdoor dan? Ja, nog een keer rechtdoor? Ah, screw jou! Nou wel rechtdoor. En dan rechts. Dank je. Oh, die kamers zijn irritant. Nou ja, ik heb genoeg sprint in ieder geval. Maar ja, ik weet het. Ik ken... Oké. Ik ken niet zo goed tegen... Ja, ik blijf in de herhaling vallen nou. Dat is niet leuk. Oh, ik hou van die kleine... Ik haat de kleine kamers. Zullen we dit gewoon niet doen? Nee! Nee. Ik weet nog niet eens of er iets achter me zit. Ik hou niet van deze muziek. 5 kamers nog. Kom op. Nee. Ik wil hier weg. Bla, boe, schrik. Jumpscare. Kom maar. Pop, op met deze muziek. Nee, kan ik echt niet tegen, jongens. Nee. Ik wil de lamp aandoen. Ik ben een klein babytje. Fuck jou, blij hartje. Fuck jou. Hebben jullie het al gelezen? Mooi, maar ik ga het toch nog voorlezen. Als ik op adem ben gekomen. Kutspel. Well, I still haven't died. So it appears I might be the... Dit hebben we al gehad! Dit hebben we al... Oh... Nou ja, ik ben op 50%... Dus in de eerste 50 kamers ben ik bijna dood gegaan. In de tweede 50 kamers kregen we rotmuziek. Wat krijg ik nou weer voor mijn plaat? Oh. Een helikopter die af. Ik ga gewoon snel door. Lijkt wel een helikopter die plaat in één keer die afgaat of zo. Nou, ik heb liever tot het stil is met getrommel achter ons. Als klote muziek. Ik bedoel, serieus. Stel je voor dat in één keer Britney Spears in je oor staat te tetteren. Dan word je ook niet. Ah! Vrolijk van. Net zoals mijn buren, die zullen hier ook niet vrolijk van. Oh. I think its effectiveness of the specimens is also related to the salt of the summer. Anyway, I'm still alive and strong, but I feel the innocent game of my journal lives ahead. I wonder what it is. I hope they're cute. Reken er maar niet op. Oh boy. Legend of Zelda match? Legend of Zelda is awesome. Oh. Dit loopt dood. Wat moet ik hier doen? Sleutel pakken? But just afterwards he came running to the river crying and wailing that his children were being drowned. He dove into the river trying to save its possessions. The town people, bitter and still angry, watched him frantically trash. Ik ben bang. Hier ligt een schaap, ligt hier. One day a strange merchant, het zal wel. Ik wil dit niet meer lezen, ik wil gewoon zo snel mogelijk weg. Maar dit is wel gaaf. Dit is gewoon The Legend of Zelda. Oh, blijft het The Legend of Zelda? Oh, oké. Dus we hebben gewoon... 2 deuren. 2 doors, 1 family. Hoi. Nee. Ik ben zo bang als je omdraaien. Oké.
Dan moet ik gewoon rechtdoor lopen. Nee. Oh boy, je zit een bos door. Komt er nou iets achter ons aan? Hoi! Oh my goodness, dat is fucking eng. Zeg me niet dat hij me volgt. Zeg me niet dat hij me volgt. Zeg me niet dat hij me volgt. Ah! Nee! Ik ben dood. Hoe moest ik? Wat? Ah, nasty! To become a part of it is to rid one of yourself of the pain on the heart of the note. Now nothing you do is your fault, bla bla bla, yakkity smackity. Game over. Wat leuk voor je. Laat me raden, dan ben ik weer terug op kamer 200 of... Het spel begint gewoon opnieuw. Ik weet nog niet eens welke kamer dat het was. Maar wat moest ik doen? Ik ben nou wel heel erg dankbaar trouwens. Ik bedoel, ik kon niet wegrennen. Ik kon helemaal niks. Oh, nou, wanneer dat we weer op hetzelfde punt uitkomen of als we op 25 zitten, dan kom ik terug. Want anders blijven we doorgaan. Ik bedoel, dan heb ik even tenminste een reden om dit spel even te muten of zo. Weet ik veel. Ik zie jullie op 325. Of eerder misschien. Mocht er iets gebeuren. Kut spel. Ik heb echt een... Godmakende gloeiende. Ik heb echt geen flauw idee wat ik daar moest doen. Ik zag hem nog niet eens trouwens. Oké, jongens, het was kamer 310. Ik ga nog niet eens naar je kijken. Oké, deze kant op. Kom op, doorlopen. Ah! Jongens, ik zeg eerst, wat moet ik hier tegen doen? Oh, ik moet hem aankijken. Maar ik zit vast. Wat doe? Haboe! Ja, ik ben dood. Of ik moet hier even kunnen regenereren, dat kan natuurlijk ook. Ik kijk er gewoon aan. Nee. Nee. Oh mijn god, dat is eng. Are you a puppet? Hello, puppet. Doei. Nee. De. Zelfs Greg schrok zijn eigen datering. Waar is hij? Ja, hartstikke leuk. Dit is lastig, kijkers. Ja, kan ik dit niet skippen? Ja, heel leuk. Oh, ik krijg andere deuren. Nee. Oké, we hebben andere kamers nu, jongens. Dit zijn vriendelijkere kamers. Ik weet niet waarom dat er een skeleton ligt. Ik weet niet waarom dat daar een skeleton ligt. Ik heb een scheid aan. We lopen gewoon keisnel door. Want dat beest speelt vals. Dat beest speelt hartstikke vals. Oh nee. Nee. Ik zie je. Oh boy, nou zie ik hem niet meer. Ja! Daar is hij. Hij is er nog wel. Hij blijft gewoon daar. Ja. Goed zo. We gaan gewoon snel. Snel door het spel. Nou gaan we die 50 rooms halen. Shut the fuck up. Serieus. Ik heb geen tijd voor jullie. Ik heb geen zin in jullie. Jullie stinken. Jullie ruiken naar pis. Ik zou reinig nu aan het worden op die beste. Oh, nee, niet weer. Nou, oh. Please, zeg maar alsjeblieft dat ik nou een keertje de goede kant op ga. Oh, hij is al weg. Nee, hij is er nog steeds. Please, zeg maar dat dit nou een keer de goede kant is.
Nee, het is niet de goede kant. Staat daar nog steeds. Blijf dan gewoon staan, punt. Nee. Jesus Christ. Ik weet nog niet eens of mijn camera nou goed te zien is en het boeit me ook geen ene faal. Kom op. Hoe lang gaat dit nog door? Hoe lang blijft dat beest achter me aan zitten? Is het nou afgelopen omdat de muziek opgehouden is? Is het nou voorbij? Kan ik echt ademhalen? Haal ik nu eindelijk die 50? Serieus, er zit nog steeds... Die muziek speelt weer. Oh. Oh nee, niet nog eens. Niet nog eens. Oh, jawel hoor. En elke keer in deze rotkamers. Blijf daar staan. Ik ga nou deze kant gewoon op. Zo'n kamer. De muziek stopt weer. Legend of Zelda zal nooit hetzelfde meer zijn voor me. En als mijn facecam te donker is... Oh, willen we nog een keertje moordspelletje spelen? Ga je gang! Have fun! Het spel vindt het ook leuk. Oké, nog 10 kamers. Kom op. 10 kamers voor de volgende save. Moet het safe zijn? Ik kan dit niet meer. Oké, dit keer zonder dat geluid. Oh, kom op, stemmen, ga mee. Oh, ik wil niet dood. Niet op 44. Alsjeblieft niet op 44. Ik ben echt doodsbang nu. Please game, niet doen. Dat geluid, ik hou niet van dat geluid. Ik hou niet van lava. Waarom is Steve de guide niet bij me? Oh, nog 3 kamers. Nog 2. Kunnen we weer spookspellen spelen? Wat leuk. Wat leuk. Wat een plezier. Wat een lol. Dit is 3.50. Ik hoor nou weer een save-functie te krijgen. Toch? Waar is mijn save-functie? Ik wil een save-functie. Ik wil naar mama. Ik vind het echt niet leuk meer. Het spel stinkt. Ik heb het al vaker gezegd. Greg, je slaapt in de schuur. Ben je kutgeluid op de achtergrond? Nee. Bochtje. Nee, nog een bochtje dan. 2 keer een bochtje. Bochtje rechtdoor. Ja, dan... Oké, dus bochtje rechtdoor. Nog een keer rechtdoor. En dan weer bochtje. Juist! Maar waarom krijg ik geen savepunt op kamer 400? Als ik nou dood ga, dan moet ik weer helemaal beginnen vanaf 100. Van 300, daar heb ik geen zin in. Ik wou namelijk even controleren of de camera niet te donker was. Ik krijg eventjes een beetje ontspannende muziek, maar ik vertrouw het voor geen meter. Dat ik weer die math films achter me aan krijg. Oh jongens, ik ben er echt zo klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Dat kan ik echt niet tegen. Ik kan de reacties al lezen. Scheidbroekie. Ah, kijk hem dan. Zo'n volwassen vent. Ik kan nog niet eens tegen een paar simpele jumpscares. Nee, dat kan ik niet. Dat zei ik al in het begin van deze Let's Play. Dat kan ik niet. Ik speel het omdat het een Halloween special is. En dit is voor mij echt een hel. Alsof dat je een weddenschap verloren hebt. Oh, mag die ontspannende muziek alsjeblieft terugkomen? Ik spas hem helemaal. Oh, dan moet hier op zijn minst wel op de 400 moet er wel een safe functie zijn. Waarom doet het spel mij dit aan? Ben ik nou zo bang dat... Oh, nee. Nee. Dat is een ding dat me dood kan maken. Dit is een ding dat me dood kan maken. Daar heb ik geen zin in. Kom op. Kom. Keep running. Keep on running. Oh, kut slime.
Zolang er dan niet van die lange kamers komen, vind ik het best. Fuck jou. Kom op, gewoon doorrennen. Ik ken ook niet springen, ook niet. Oh, nee. Not like this. Oh ja, er zit iets achter me aan. Er zit definitely iets achter me aan. Please zeg me dat dit de goede kant is. Oké, goed zo. Er zit iets achter me aan, jongens. Het is niet leuk. Oké, fuck dit. Fuck dit. Ah! Hoezo kwam je in één keer via de voorkant? Hoezo kwam je in één keer via de voorkant? Kom op. 10 kamers. Kom op. This game. Don't beat like this. 7. Kom op, spel. Je wil niet weten hoe hard ik ga ragequitten op het moment dat ik nou... Als ik nou doodga, dan is het afgelopen. Dan ben ik er klaar mee met heel dit stinkspel. 100% kan dit spel. Die kan echt heel Pokémon League gaan doen met een Dunsparce. Ah, I did it. Ja, een briefje is nog steeds hetzelfde. Jongens, dit waren kamers 201 tot en met 400. Dank jullie wel voor het kijken. En happy Halloween en stuff en shizzle. Lamp mag nu aan. Happy Halloween. Shut up, Greg. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter. Ik ga... Doei. Ik haat jou.